Gerard van der Linde wordt geboren in Kaatsheuvel op 30 oktober 1920 als jongste uit gezin van 5 kinderen van kleermaker Henricus van der Linde. Hij zou een belangrijke rol spelen in het verzet in Oosterwijk. Wat was precies die rol? Nou, Gerard van der Linde die zat, zover als ik weet, in het verzet. En die kwam dikwijls bij mijn vader, zeg maar, in zoverre adressen afgeven. En mijn vader gaf die ook weer aan de kapelaan, kapelaanslegers. En de rondje ging weer rond. Dus kapelaanslegers die gaf dat weer aan, door aan de volgende. En mijn vader kreeg ook daar de adressen van. En dan zei hij, ja, Gerard die weet daar en daar nog iets. En kapelaanslegers die zal ervoor zorgen dat die opgevangen worden en dat die adressen krijgen. Oom Gerard voor mij was een bescheiden man. Heel zijn leven geweest, een echte verzetsman, ook gebleven heel zijn leven, tot op zijn sterfbed. Ik denk dat het wel met voortkomt uit zijn opvoeding. Ja, het feit dat die 3 broers priester zijn geworden, ook toch met het ideaalbeeld iets voor een ander doen, of het nou in de missie was of als wereldheer. Maar, en zo was zijn taak, vond hij, in het verzet te gaan. Ja, ik denk wel dat dat mee te maken heeft. Gerard van der Linde werkte van 1940 tot en met 1945 op de Oosterwijkse gemeentesecretarie. Als ambtenaar was hij belast met de distributiedienst en het up-to-date houden van het bevolkingsregister. In het begin van de oorlog woonde hij nog gewoon thuis bij zijn ouders in Kaatsheuvel. Maar in 1942 besluit hij op kamers te gaan wonen in Oosterwijk. Hier aan de Gemulhoekenweg 87. In maart 1942 had Gerard van der Linde promotie gemaakt bij de gemeente Oosterwijk. Hij werd benoemd tot klerk der eerste klasse der gemeentesecretarie. Hij kreeg een salaris van 750 gulden per jaar. De allereerste verzetstaat in Oosterwijk staat wellicht op naam van Gerard van der Linde. Wanneer de bezetter nog maar enkele dagen in ons land is, verspreidt hij in het dorp kleine stukjes oranje papier. Ze zijn bedrukt met een grote bom waarin getypt is RAF bombardeert Duitsland. In de LOVO-documentaire vertelt hij het verhaal zelf. De eerste verzetsdaad na de Duitse bezetting was het verspreiden van een oranje pamflet waarop een bom was getekend met de letters RAF bombardeert Duitsland. De laatste verzetsdaad van de knokploeg was het ontsporen van een Duitse militaire trein. Gerard van der Linde was sterk betrokken bij het Oosterwijkse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zorgde als ambtenaar onder andere voor valse persoonsbewijzen. En verder hielp hij mensen aan onderduikadressen. Dit laatste deed hij vooral in samenwerking met kapelaanslegers. Zij zochten ook adressen voor geallieerde piloten. Ook gaf van der Linde het illegale blad De Nieuwsbode uit, dat na de bevrijding nog een tijd lang zou voortbestaan. Voor de verzetsgroep onder leiding van Bim van der Klei zorgde Gerard van der Linde voor valse persoonsbewijzen. Ook verzetsman Hans Gerritsen weet hier het een en ander van. Maar Gerard van der Linde werkte in het gemeentehuis. En die zag ik ook regelmatig. Ik kwam daar bij de laboratorium in en uit. En ook enkele keer bij Jansen op de Kielerberg. Die was net, hoe noem je dat, als kwikzilver. Die kwam en ging overal. Vriendelijk mannetje zo en heel vlot. Maar die heeft voor mij ook een eerste echte goede persoonsbewijs geregeld. Hè. Zo weigerde Van der Linde ook een lijst te maken voor de arbeidsinzet met daarop de namen van alle Oosterwijkers tussen 18 en 40 jaar. Dit tot grote onvrede van burgemeester Verwiel, die maatregelen van de bezetter vreesde. Tijdens de april-meistakingen in 1943 besluit Van der Linde samen met de dan 32-jarige Toon van der Wouw en ambtenaar Klaassen te staken. Het is dan 2 mei 1943 en burgemeester Verwiel probeert hen van het stakingsidee af te brengen. Burgemeester Verwiel belt Van der Linde op als deze even op de gemeentesecretarie is. De burgemeester maant hem om ervoor te zorgen dat er niemand gaat staken op de gemeentesecretarie. Mocht dit toch gebeuren, zo stelt de burgemeester, dan moet hij in opdracht van de Duitse bezetter de Sicherheitsdienst waarschuwen.
De twee ambtenaren zijn daarvan behoorlijk verschrokken en nemen kapelaan Rovers van de Petrusparochie in de arm. Die gaat naar Verwiel toe en verzoekt hem dringend om toch niet de Sigarijnsdienst te informeren. Uiteindelijk zal dat ook niet gebeuren. Uiteindelijk zullen op de gemeentesecretarie 3 van de 6 ambtenaren gaan staken. Op de distributiedienst daarentegen, die gevestigd is in de kunstring aan de Stationsstraat, is de staking algemeen. Alle 40 werknemers doen daar aan de staking mee. De burgemeester was op de hoogte van de illegale activiteiten van Van der Linde, maar heeft hem niet aangegeven, ondanks dat hij het er niet mee eens was. Maar ik denk dat burgemeester Verwiel, maar dan spreek ik mijn gedachten ook weer uit, want die heb ik ook niet zo goed gekend, maar dat burgemeester Van der Wiel daar zo niet van gediend was dat zijn ambtenaren in het verzet waren en de bezetters fel tegenwerkten. Maar dan spreek ik mijn gedachten maar uit. Van der Linde kreeg ook problemen met gemeentesecretaris De Valk, omdat hij vanwege illegale werkzaamheden steeds vaker afwezig was op de gemeentesecretarie. Hij kreeg zelfs door De Valk ontslag aangezegd. Maar na bemiddeling van wethouder Palm mocht Van der Linde blijven. In 1944 was Van der Linde een halve dag aangesteld in de gemeente Haren, waar de beide secretarieambtenaren gearresteerd waren naar een overval op het bevolkingsregister. Ook in het pilotentransport speelt Van der Linde een bijzondere rol. Hij geeft fietsles aan geallieerde militairen. De Engelse en Amerikaanse piloten wijken in veel opzichten af van de Hollanders. Bepaalde gewoontes zijn wel te verbergen voor het oog van de Duitsers, maar als je in Nederland niet kunt fietsen, val je onmiddellijk uit de toon. Bovendien speelt de fiets een grote rol in het transport van de piloten. En zo komt het dat de stoere vliegers, wiens dagelijkse werk het is om hun tonnenzware vliegtuigen door de Duitse vijandelijke linies te loodsen, fietsles kregen van Gerard van der Linde. Hij gebruikt het parcours aan de Johannes de Doperschool hier in de Kerkstraat om de militairen in te wijden in de schone kunst van het wielrijden. Rondom de bevrijding op 26 oktober 1944 speelde Gerard van der Linde de rol van contactpersoon met de bevrijder. Meneer van der Linde, waarom bent u op de vroege ochtend van 26 oktober 1944 naar deze plek achter de Sint-Peterskerk gekomen? Dat was op verzoek van een majoor die ingedeeld was bij de Schotse troepen. En een van onze verzetsmensen had die majoor ontmoet en die had die vraag gesteld. En wat was de reden waarom die majoor u hier wilde ontmoeten? Die majoor die zou graag inlichtingen hebben over het aantal troepen dat zich nog in Oosterwijk bevond. En wat hebt u hem kunnen vertellen? Ik heb hem verteld dat dat niet veel zou zijn. Daar zaten wat Duitsers achter het station en een 20-tal onder de kiosk. Ik neem aan dat u die dag als een soort van gids hebt gefungeerd en dat u in het gezelschap van de Schotten bent gebleven. Ja, ik ben met de voorste man van de bataljon door het dorp gelopen, door de Kerkstraat, de Dorpstraat Lint. Na de oorlog werd Gerard van der Linde plaatsvervangend districtscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op 23 januari 1945 werd in Oosterwijk de regionale kring Gemeenschap Oud-Illegale Werkers in Nederland opgericht. Een van de leiders daarvan werd Gerard van der Linde. Na de bevrijding kwam de zuivering van burgemeesters en ambtenaren op gang. Dat leidde opnieuw tot grote conflicten tussen burgemeester Verwiel enerzijds en ambtenaar van der Linde anderzijds. Van der Linde nam daarop het besluit om niet langer op de gemeentesecretarie te blijven werken. Dat Verwiel en Van der Linde geen vrienden waren, was ook in het dorp wel bekend. Wim van der Wouw hierover. Maar Gerard van der Linde, dat was de vriend niet van burgemeester Verwiel, hè? Dat stond bekend. Hij werd na de oorlog persoonlijk assistent van minister-president Gerbrandy. Na de oorlog ontving Gerard diverse onderscheidingen, waaronder een oorkonde van generaal Eisenhower en één namens het Britse gemenebest. Meneer van der Linde, u bent hier op 26 oktober, 's middags om 3 uur met de Schotten, op dit punt in het dorp aangekomen. Ja. Wat hebt u daarna gedaan? Daarna ben ik naar de Stationsstraat gegaan, naar het huis van mijn verloofde, mijn huidige vrouw.
En daar was het volop feest. Daar zat een Schot aan de piano, die speelde de bekende melodieën die we over de Engelse zender hadden gehoord. Niet? Daar werd een borreltje gedronken en het was volop feest. Wat betekende die 26e oktober voor u na al die jaren in het verzet hier? Dat was een van de gelukkigste dagen van mijn leven. Alle angst voor de daden die je tegen de Duitsers had gedaan onder de oorlog, waarop de doodstraf sloeg, viel van me af. En dat was mijn grote bevrijding. Na de oorlog zou Verderlinde gaan werken in het bedrijfsleven. Hij huwde met Rie Merkelbach en het echtpaar ging wonen aan de Harentseweg. Ik kan me niet herinneren dat hij ooit ziek is geweest terwijl hij wel maagpatiënt was. Maar daar nooit over klaagde, nooit. En zelfs toen hij wist dat hij doodging, bleef hij gewoon in zijn broek en zijn trui en zo is hij op bed liggend ook gestorven. Misschien door zijn opvoeding wel, echt jongensgezin die sober op waren gevoed, 3 broers priester. Ja, bescheiden. Gerard van der Linde overleed in Tilburg op 7 april 2000 en werd begraven op het kerkhof van de Johannesparochie in Oosterwijk. In de Oosterwijkse wijk Pannenschuur is een straat naar hem vernoemd.